Oudjaarsdag 2016. Traditioneel altijd in Amersfoort het kabiet schieten. En Rinus, jij weet er alles van te vertellen, volgens mij misschien. Maar... Ja, maar je kunt het ook zelf allemaal zien natuurlijk. Maar het is gewoon knallen en er is niks. Ja, maar wij willen weten natuurlijk waar hij dat kabiet haalt. Dat kabiet, dat halen we in de kabietwinkel. Maar dat, ja. Alleen verraad ik me daar te nieuw. Okay. Ja. En je kan het nergens kopen? Ja, dan wordt het verkocht. Nee, maar door dit jaar heen kan je niet kopen. Alleen in rond Oud en Nieuw is het op Stolwijk op een paar plaatsen te kopen. Oh, en nog wat meer in de Krimpende Waard, want het neemt toe, hè. Toch wel. Je hebt nu, dat weet je zelf ook wel, negen legale locaties al in de Krimpende Waard. En waarschijnlijk nog wel wat illegaal ook. Ja. Want is het gevaarlijk? Het is helemaal niet gevaarlijk als je maar afstand houdt. Ja, dat is met alles natuurlijk. Met vuurwerk afsteken. Nee, maar dat, ja. Verstand gebruiken. Hoe lang doen jullie dit al hier in Amersfoort? Zeker 15 jaar. En jij bent de aanvoerder daarin? Nee, of niet echt de aanvoerder, maar ik ben wel van het begin af aan bij. Ja. Dus... En met hoeveel mensen zijn jullie bezig met het kabietschieten? Ik denk nu met een man of 8. Tel de bussen maar. En hoeveel, tot hoe laat gaan jullie door? He? Tot hoe laat gaan jullie door? Tot het een beetje donker wordt. Ik moet even ontsteken. Kan dat even? Ja, natuurlijk. Ga jij gerust ontsteken, want dan gaan wij kijken hoe het werkt. Jezus! Oh, deze bal is... Hé joh! Hé joh, wat gek voor een man! Schrik met een piemers! Oh, een ja, het klapt wel een beetje. De cameraman die legt hier voor de bal. Voor hier op de ijsbaan hier in Amersfoort. Onze cameraman is ook door het geluid van het gebeuren is toch wel een beetje van de apper de pispo af. Want het is wel een bizar wat een geluid dat veroorzaakt. Ongelooflijk. Eigenlijk is dit het, volgens mijn bescheiden mening, eigenlijk is dit de echte, dit is eigenlijk het echte kabietschieten, toch? Tuurlijk, dit is het. En wat de jongens daar doen? Ja, dat is eigenlijk een beetje laf. Dat is laf? Ja, dat is een beetje laf. Gas en zuurstof, dat hoort natuurlijk niet. Nee. Maar hoeveel kabiet gaat er nou in zo'n... Nou, een blokje ongeveer, zoiets als dit. Zo'n blokje ongeveer. Okay. Dat is eigenlijk alles wat erin gaat? Ja, en water. En dan de bal erop hengsten. En dan even wachten. En dan knallen. Okay. En hoe steken jullie dat dan aan? Met een soort rotje of zo? Ja, we hebben het paar moeren erop gelast. En dan doe je er een rotje in. Dan heb je iets meer tijd om heel even afstand te nemen. En dan kan je lekker schieten. Ja, nou hartstikke interessant natuurlijk. Ja, dat is best leuk. Ieder jaar weer, hè. Dus dit is nu het. Wilco, hoeveel jaar is dit nu? Vier jaar. Dan. Vier jaar dat jullie het hier doen? Ja. Ja. Want Rinus is al langer bezig, volgens mij, bescheiden mening. Ja, die deed iets langer al. Toen zijn wij ermee begonnen, ook nog. En ja, het is hartstikke leuk. En nu een vergunning, dus we mogen dat gewoon doen. Ja. En heb je daar een vergunning voor nodig? Nou, officieel volgens mij niet. Want het is cultureel erfgoed, volgens mij. Er zijn geen regels voor in het wetboek. Maar om geluidsoverlast te voorkomen en dat gezeur, hebben we een vergunning. En dan mogen we gewoon lekker knallen van 12 tot 5. Van 12 tot 5? Van 12 tot 5. Okay. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Want je hebt nog genoeg kabiet. We hebben nog genoeg kabiet. Nou, dat zijn knallen bij, zegt hij. Zo. Ja, er zitten best knallen bij, hè. Ja. Zullen we dan eens even kijken hoe dat precies gaat hier bij dat kabiet schieten. Hoe de jongens dat allemaal organiseren. Nou, alleen die...